Frank, welkom bij OASL. Waarom ga je deze uitdaging aan? Wel, omdat het ten eerste een uitdaging is en een uitdaging waar we in geloven. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Daar is een doel, daar is een potentieel. We gaan proberen ja, de weg uh, klaar te maken om uh, zoveel mogelijk efficiëntie te halen uit uh, de groep of het team. Je brengt ook Vince Evraar mee. Wie gaat wat juist doen? Wat is de rolverdeling? Ja, Vince is hoofdcoach. Uh, ja. Ik breng hem eigenlijk niet mee, hij wordt uh, de belangrijkste persoon, laat het ons zo zeggen. Uh, wat mij betreft uh, gaat het vooral over advies, observeren en oplossingen zoeken om het, uh, ja, het maximale rendement te halen uit, uh, uit de spelers en uit de werking.